Wat ik zojuist bekend heb gemaakt is dat wij gisteren kennis hebben genomen van een openbaar besluit in de gemeente Berkelland met het voornemen om in ieder geval te spreken over het overnemen van de aandelen van de gemeente Almelo in Twents. Ik denk dat daarmee een belangrijk signaal uitgaat vanuit Berkelland richting Almelo, maar natuurlijk ook de andere aandeelhouders van Twents. Er wordt veel over gesproken. Almelo heeft kenbaar gemaakt als aandeelhouder uit Twents te willen treden om onze aandelen te gelden te maken. Wij vinden in Almelo en ook de VVD-fractie dat we zelf invulling kunnen geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen, aan de indicatoren om die te bereiken, terajoule, CO2-besparing. Wij zijn van mening dat we dat zelf wellicht beter kunnen doen, ook met de opbrengsten van onze aandelen in Twents. Daarnaast biedt de opbrengst echt financiële ruimte, substantiële ruimte om de armslag van Almelo weer te verbreden. En uit de situatie te komen waar we nu al jaren in zitten. Dus wij waren erg blij met het signaal vanuit Berkelland. En het ziet er naar uit dat daar nu over gesproken kan gaan worden om het belang van Almelo te verkopen aan een andere gemeente. Nee, zeker niet. Nee hoor, nee, er is een voorgenomen besluit, een openbaar besluit mag ik zeggen, vanuit Berkelland. Waarbij nu bekend is geworden dat zij willen spreken over het overnemen van de aandelen van de gemeente Almelo. Oké. Kunt u ook zeggen om wat voor bedrag het gaat? Nee, daar valt niets over te zeggen. Het enige wat ik weet is dat ons belang om en bij 11% even uit mijn hoofd is. Ja. En er is wel eens wat geroepen over de marktwaarde van Twents. Ik doe daar nu geen uitspraken over. Dat zou echt moeten worden onderworpen aan een goede waardering van Twents. Daar liggen ook allerlei stukken voor. Daar is de raad ook vertrouwelijk over geïnformeerd. En u zult begrijpen dat ik daar niks over kan zeggen. Nee, maar als het zo is dat de aandelen werkelijk verkocht gaan worden, dan is...